Als je deel 1 nog niet hebt gezien van Chillings in Amsterdam, klik dan nu zeker op het scherm. Of niet, klik in de beschrijving. Of doe dan niet. En we gaan gewoon beginnen aan deel 2. Dus like en ja, doei. We wouden gewoon een leuke video opnemen waar ik een woord zei. En dan moest bijvoorbeeld die doet een woord vormen met het laatste letter van het woord. Dus bijvoorbeeld als ik dat zei. Consex, dan kon hij zeggen strap sales. En dan zei ik gewoon stront. It's just a prank, bro. It's just a prank. The camera is right there. Why'd you steal my head, man? That's not cool. Have a nice day. Hallo Martijn. Nee, doe het niet! It's the last time you call me fat! Next thing to fall is you! A few moments later. I present to you the King of Belgium, Nathan AC! Shit is fucking man, het water is op. 5 uur reizen met de trein, morgen school. Fuck school! Ran off on the plug fire. Oh my god! Nee, wij zijn vloggers. Dit is de beste vlog van België. Stunkabouter. I dare you to eat it. No, I will not. Ik zweer het, sorry man, dat ga ik echt niet doen. I don't wanna die, man. You don't wanna die, but you're gonna eat it, man. Kleine piece, kleine piece. Kleine piece. Heel kleine piece. En ik doe zo in de haast. Doe. Oké, volg me allemaal even op Instagram, ik heet Stuntkabouter. Abonneer op mijn YouTube, volg me op Twitter en volg me op Snapchat toe, ik heet Matje Beer. I only do this for the views. Fuck you, fuck Belgium, I love you. But oké, okay, here we go. I'm gonna die. Wow. Tuurlijk. En de rest van dit gesprek ging eigenlijk gewoon nergens over. Dus yeah. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij nu vet? Wel zeker een duimpje omhoog. Waarschijnlijk denken jullie wat de fuck? Heb ik net gezien. Wel, dat dacht ik ook. Maar het is een fucking vette video. En dat kan je niet ontkennen. Je kan zoals een casual guy zeggen. Dit doe je dus als je geen inspiratie meer hebt. Deze video heeft niks te maken met inspiratie. Het was gewoon een leuk moment. En ik had zin om te filmen. En ik vond het hilarisch. Dus doe een duimpje omhoog. En like voor het bord die ik gestolen heb uit de McDonald's. En dames en heren, vergeet niet te liken. Tot de volgende keer. Adios. Vanaf morgen weer gewoon de Packfest van de dag, maar vandaag een korte inlichting, dienst van de dienstinlichting. Ik heb een nieuwe Instagram pagina en die is voor de Packfest, daar komen Packfesten op en shit like that. Dus volg even dit account, Packfest Official, daar komt dan ook elke dag de Packfest van de dag op. Yay, big shout out, volg zeker. Yo yo!